Het is weer zover. We zijn heel blij dat hij er vanmiddag weer bij is. Goedemiddag, Dardinaal Kaneels. Goedemiddag, Apart. Dardinaal, u bent naar de bioscoop geweest. U bent mee bepaald naar de Titanic geweest. Hoe was dat? Dat was heel genoegelijk, Bart. Ik ben dus inderdaad samen met de gelovige gemeenschap zo, maar ook met enkele geidenen en een paar gelderogende hindoes gaan kijken. Het was een mooie film met een tragisch gegeven zo. Een passagiersschip dat naar de gaaien gaat. De film heeft gelukkig een happy end zo. Iedereen wordt gedoopt. Het schip vergaat namelijk met man en muis, behalve die van Kate Winslet. Dardinaal, hoe staat u tegenover Kate Winslet? Geheel openbaar. Ze speelt een meisje van iets hogere komaf zo. En het schoon menselijke gegeven van de beheerte voltrekt ze met een geerschap van iets lagere komaf. Het zesde en het negende gebod worden geweldig aanschouwelijk gedemonstreerd zo. Nadat op organische wijze ze zo een stukje van grond gekomen zijn, gaat dat schip de diepere kin zo. Het verdwijnt integraal in de halven zo naar de bodem toe. Wat vond u van de regie, Dardinaal? Rot slecht, Bart. De ijsberg en met name zijn slechte karaktereigenschappen kwamen nauwelijks aan bod. Regisseur James Cameron. James Cameron, inderdaad, die had meer oog voor Kate Winslet, die gigantisch gerecolteerd was en op dat groot scherm werd dat sterk weergegeven. Zo, die ijsberg was daar niks vergeleken bij. Maar dat was natuurlijk een gezichtsbedrog, maar ook een teken van persoonlijk engagement van die regisseur James Cameron, die meer oog had voor de goed gebouwde Winslet zo, dan voor het toch wat voorspelbare ijsberggebeuren. Dat kwam op mij niet zo onaangenaam over, zo, want ik moet toegeven, in het spirituele beleven van de gemeenschap van gelovigen ben ik op mijn eigen vergeestelijke wijze toch voor een stukje een tettenhek. Dardinaal, u zegt een tettenhek. Inderdaad, Bart, een gewone, eenvoudig gebleven tettenhek. Zo. U moet weten, het Belgische episcopaat is te verdelen in twee grote groepen, dus de tettenhekken en ook de benenfreaks. Maar binnen elke groep heb je er natuurlijk wel een paar die een gezonde, schoon menselijke, spirituele geneugde kunnen putten uit vrouwen die gezegend zijn met een strak achterwerk. Zo. Ja. Bart, de geer geeft hen zo geschapen. En als de geer niet had gewild dat bepaalde lichaamsdelen zichtbaar zouden geweest zijn, dan had hij ze maar onzichtbaar moeten scheppen. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Dank u wel, Dardinaal Kaneels.